Hey, welkom in deze video waar ik het met jou wil hebben over de betekenis van een knuffel. Die vraag is eigenlijk gekomen naar aanleiding van iemand die die vraag gesteld had via mijn website. Nu, wat is de betekenis van een knuffel? En meer nog, wat is eigenlijk de boodschap wanneer dat je de hartkloppingen van de andere persoon waarmee dat je knuffelt kan horen? Nu, om hier een antwoord op te kunnen geven, is het belangrijk om jou te wijzen op het feit dat we allemaal energie zijn. En afhankelijk van de mate waarin dat jij open bent om signalen en boodschappen te ontvangen, zal je meer gaan waarnemen dan anders. Nu, bovendien is de connectie die je hebt met die andere ook bepalend of je een dergelijke diepe sensatie zal waarnemen of niet. Nu, het horen van hartkloppingen is eigenlijk niet iets wat vaak voorkomt, maar kan plaatsvinden tussen zielen die elkaar reeds meerdere keren hebben ontmoet in vorige levens. Het is als het ware een bevestiging van herinneringen dat zij samen delen. En dat zijn zielen die niet alleen een zielsconnectie delen, maar die ook een gezamenlijke geschiedenis delen. Nu, het is niet nodig, als je dat ervaart, om dieper in te gaan op het verleden dat je samen hebt gedeeld, want dat heeft eigenlijk zijn nut gehad in het verleden. Enkel het bestaan van de connectie in deze realiteit is vervolgens belangrijk om op te focussen. En meer nog, is het belangrijk om open te staan voor de lessen die deze diepe zielsconnectie met zich meebrengt. Wat vaak ook eigenlijk altijd verbonden is met zielslessen die beide zielen willen leren. En vaak is dat ook, heeft dat ook te maken met bewustwording en ascensie van die eigen ziel. Nu, wanneer je knuffelt met iemand, dan deel je niet enkel fysiek contact. Dus je gaat niet enkel alleen fysiek met elkaar gaan verbinden, maar je laat de ander ook binnen in je energetische veld. En hierdoor vermengt jouw energie met de energie van de anderen. Nu, als je dan al gevoelig bent voor energie, ga je heel gemakkelijk ook emoties en gedachten van anderen kunnen oppikken. En in het begin voelt dit soms zelfs aan als emoties van jezelf, waardoor je eigenlijk wat verward kan zijn van hoe komt het dat ik me plots zenuwachtig voel, of hoe komt het dat ik me plots zus of zo ga voelen. En naarmate dat je hiermee vertrouwd bent, zou je eigenlijk heel gemakkelijk die verschillende emoties kunnen gaan herkennen en ga je weten, dit zijn mijn emoties of dit is eigenlijk van de ander die ik ook waarneem. Zeker lichtwerkers en tweelingvelmen en dergelijke nemen vaak emoties over van andere zielen. Omdat ze ermee werken en omdat dit ook in tijden van Lemurië eigenlijk ook de manier van werken was. Dus dan openden we eigenlijk onze energie, lieten we de anderen in onze energie komen, zodanig dat we konden voelen wat het probleem was, wat het obstakel was en wat er kon gebeuren. Vaak was het zo dat we eigenlijk het probleem overnamen, de blokkade energetisch overnamen, gaan transmuteren en transformeren via onze eigen energie en dan eigenlijk geheeld terugsturen. Maar het probleem is dat de energie op dit moment niet bevorderlijk zijn om dat ook nu op die manier te gaan doen. Waardoor dat veel lichtwerkers of veel gevoelige mensen eigenlijk zichzelf constant gaan uitputten en niet weten dat het daarmee te maken heeft. Dus zuiver omgaan met je energie. En bewust regelmatig koorden doorsnijden, je energie reinigen, je grondingskoorden aanpassen is heel belangrijk. Nu, ik raad je zelfs aan om zeker nu in deze chaotische tijden om vaker met de zwarte diamantenvlam te gaan werken. Zwart en diamant zijn beide aspecten van de bron en zullen je helpen om negatieve facetten, negatieve effecten, negatieve invloeden van buitenaf te gaan transmuteren in die eenheidsenergie, de diamantenenergie. Nu, als je knuffelt met iemand waarbij dat je dan ook nog genegenheid en liefde voelt, dan ontstaat er eigenlijk een derde energetische koord tussen jullie. En dat is dat naast de energetische koord die reeds tussen jullie energetische harten lopen en die jullie eigenlijk verbinden. En dan die derde koord is dan eigenlijk een relationele energetische koord. Nu, dergelijke energetische verbindingen zorgen er ook voor dat je energie van elkaar kan overnemen, voelen, maar dat je dus ook dan daar die fysieke waarwording, zoals bijvoorbeeld die hartkloppingen, kan horen. Vaak is het zo, en dat heb ik zelf ook al in mijn tweelingvlamconnectie ervaren, dat je zelfs ook kan voelen wanneer iemand anders ziek is, of wanneer iemand anders hoofdpijn heeft. Dat kan ook zijn dat je dat zelf ook overneemt of gewaar wordt.
Ofwel om het mee te helpen energie te kanaliseren, of om het te helpen mee transmitteren, of gewoon om het, als het gaat om een klant, om te voelen wat de andere voelt. Want wanneer je voelt en ervaart wat de ander ervaart, is het vaak gemakkelijker om het te begrijpen en om die persoon dan ook weer verder te helpen. Nu specifiek voor hartkloppingen. Hartkloppingen zijn verbonden met het leven en dus met het hier mogen op aarde aanwezig zijn. En hetgeen wat ik gechanneld had, is dat het eigenlijk ons laat herinneren dat we energie zijn in een fysiek lichaam. En dat fysieke lichaam geeft ons de kans om de energie van liefde, verbinding, eenheid en genegenheid op een fysiek niveau te ervaren. Waar we als energie eigenlijk enkel maar licht en liefde kennen en dus eigenlijk de fysieke gewaarwordingen niet kunnen ervaren. Nu, het fysieke aspect is net hetgene wat het leven zo rijk maakt. Terwijl je merkt dat veel mensen dat fysieke ook een stukje proberen te ontvluchten. Ik heb dat net al, ook al in een video verteld over het bewegen, het belang van bewegen en de verbinding met het voelen en volledig omarmen van het fysieke lichaam. En daar is knuffelen eigenlijk ook wel zoiets in. Knuffelen is goed, want het activeert niet alleen het gelukshormoon, zoals dat veel mensen weten, maar het activeert ook energetische verbindingen die met onvoorwaardelijke liefde en met eenheid verbonden zijn. Dus op dat ogenblik herinneren we ons eigenlijk hoe dat het was om deel uit te maken van iets groters, om deel uit te maken van die bron, om deel uit te maken van het universum. En het helpt ons te herinneren dat we allen één zijn. En dat we zeker niet afgescheiden zijn, zoals de illusie van het incarneren van een fysiek lichaam ons eigenlijk laat zien, of hoe dat het eigenlijk in de 3D eruit ziet. Nu, weet hieraan gekoppeld dat onze essentie ook niet stopt met de grens van ons fysieke lichaam. Integendeel, de huid is ons grootste orgaan, maar waarom? Omdat het ons net verbindt met de rest van het leven om ons heen. Het scheidt ons niet af. Integendeel. En daarom kan het ook zijn dat knuffelen met bepaalde personen, of gewoon knuffelen in het algemeen, voor veel mensen overweldigend kan zijn. Omdat ze op dat moment, eigenlijk onbewust of bewust, de enorme omvang van alles om zich heen ervaren. En emoties kunnen jou nu eenmaal overspoelen, maar ook dat is niet erg, want weet dat wat dat je ook ervaart, je altijd in staat bent om dit te kanaliseren. Want je bent één met het universum. Je bent één met die emoties. Je bent één met alles wat om je heen. Dus wanneer je daarvoor open staat, dan kan je inderdaad alles van iedereen voelen. En dat is aan jou dan de keuze of je daar inderdaad mee aan de slag gaat, of je dat inderdaad gebruikt voor je hoogste goed, of je dat gebruikt om jouw partner beter te begrijpen, of omdat je dat gebruikt om een extra dimensie in je relatie te gaan creëren en te gaan neerzetten. Dus ook daar heb je de kracht. Maar wees altijd bewust waarom dat je iets doet. En weet ook dat je uit nieuwsgierigheid, als het enkel alleen vanuit nieuwsgierigheid is, dan zou je dat inderdaad niet ervaren. Een ander iets wat ik zelf ook al heb ervaren, is dat wanneer, zeker in tweelingvlamconnecties en diepe zielsconnecties, wanneer dat je eigenlijk probeert af te stemmen op de andere en probeert informatie te ontfrutselen of probeert te weten te komen om je eigen onzekerheid en je eigen twijfel te gaan valideren, dat je ook daar dan geen juiste informatie zal krijgen of zelfs geen informatie zal krijgen. Dus weet dat het belangrijk is om altijd een zuivere intentie te houden. Of het nu gaat om knuffelen, of het nu gaat om het volledig omarmen van jouw energetische zijn. En om van daaruit dat op een positieve manier te gaan gebruiken en die krachten en die talenten te gaan gebruiken, dan gaat er zeker een hele wereld voor je open gaan. Als het is uit nieuwsgierigheid of om iets gedaan te krijgen, of vanuit tekort of schaarste of wat dan ook, weet dan dat je begint eigenlijk aan een verloren zaak en het eigenlijk een verloren moeite is.
Dus ga op ontdekking, ga kijken op welke manier dat knuffelen voor jou aanvoelt. En ga experimenteren met het werken met energie, met het afstemmen van jouw energie op anderen, met het gaan voelen van wat dat er gaande zou zijn bij andere mensen. Het is zelfs zo, wanneer je op een bepaald moment een bepaald niveau van bewustzijn komt en je kijkt naar een persoon of je stemt gewoon af op die persoon, dat je eigenlijk gaat weten of gaat voelen hoe die persoon, of dat die al dan niet gelukkig is bijvoorbeeld. Maar ook daar, hoe meer dat je in die kracht komt, hoe meer je zelf zal kunnen beslissen wanneer je daar gebruik voor maakt en dus voor openstelt en wanneer niet. Want in mijn geval, dat zou dan betekenen dat ik, wanneer ik weer naar de winkel ga of gewoon naar buiten ga, dat ik eigenlijk voor iedereen die ik tegenkom, dat ik dat allemaal zou gaan voelen. Door het feit dat ik daar zelf meester in ben en zelf beslis wanneer en van wie ik het wel of niet ervaar, dat maakt dat ik ook daar controle op heb. En dat kan jij perfect ook. Zo, dat was van deze video. En heb je ook een vraag? Stuur het via de website of zet het onderaan in een video. En dan channel ik jouw boodschap ook in een video en in een blog. Tot in de volgende!